Oké, hallo Florian. Dus ik ga een lesvideootje maken voor deze nocturne. Dan kan je dat deze week oefenen. Met de linkerhand speel je akkoorden. En omdat je de noten na elkaar speelt, noem je dat gebroken akkoorden. En er staat geen vingerzetting bij, maar nou toch wel. Die laatste noot niet, maar dat is. Dan kan je, nou doen we de duim op, maar dat heb je al eigenlijk geoefend. Maar wat we wel moeten afspreken is meer. Oh, gaat de telefoon geloof ik. Oké, dat je. De eerste regel moet je opletten, als dat kan, probeer je de rechterhand, de melodie, harder te spelen dan deze hand. En ik doe elke noot zo met mijn hand, dus zo. Oké, daar viel wat, dat is de telefoon. Dus. Daar op het eind van de regel moet je opletten dat je de rusten stopt voordat je verder gaat. Dus niet deze noot laten liggen. Nou, dan moet je natuurlijk bij slot 1 herhalen. Maar je kan ook zeggen, nee, ik ga niet herhalen, ik ga gewoon door. En dan ga je gelijk naar slot 2. Dat gaan we nu doen. Dus we gaan naar het tweede gedeelte. Nou, wat je hoort, dat is een beetje wat anders, dat het anders klinkt. In het begin gaat het zo. Dat is mineur. In het volgende stukje gaat het zo. Dat is majeur. In het Duits heet dat dur. En mineur heet mol. Dus we gaan van mol naar dur. D-dur. Hier ook weer in maat. Bij deze maat moet je ook weer opletten. Dat je ook weer de rusten let. Hè? En die. Stoppen en dan. En hier staat bij molto legato. Dat betekent dat je niet zo speelt. Want dat is staccato, maar juist. Heel zacht pianissimo eindigen. Nou, omdat vooral het eind moeilijk is, moet je dat heel vaak oefenen. Dus ga dit 100 keer herhalen elke dag. Ja? Nou, succes en volgende week hoor ik het van jou.